Deze mensen. Het is echt, deze mensen zijn echt helemaal gek. Gewoon crazy. Het is echt gewoon psychopat. Kan er niet anders van maken. En gewoon ziek in hun hoofd of zo. Insanity, duivels. En als je zo oplet, dan ben je gewoon aan het zien hoor, de daden. En gewoon mij aan het gaslijden of anderen. Ja, mij ook, maar anderen gewoon aan het gaslijden dat ik een slechterik ben of zo. En je ziet hun alleen maar slecht doen. Genieten, als perskopjes, allemaal meelopers eromheen. Alleen maar omdat hun slechte mensen zijn, moeten ze mij slecht inkleuren. Zijn ze dat met alles en iedereen aan het doen? En zijn ze dat zo op internet voor me aan het verpesten? Dat, die groep die dat doet en hun die graag mijn destiny willen hebben, mijn erfenis willen hebben. Zoals geld aan mensen blijkbaar aan het betalen zijn, hun aan het misleiden, verleiden, hun geld, drugs of seks. Zijn ze alles en iedereen naar bij mij weg aan het houden, spelletjes met de energieën laten spelen. Zodat hun, weet ik veel, dan ziet het er verwarrend uit waar ik doorheen ga en dat dus ook allemaal aan het opnoemen ben. In plaats van dat mensen realiseren van, wow, is dat net allemaal met hier aan het gebeuren? Mooi makkelijk dan voor degene die hem aan het nadoen is op internet. De competitie zwak maken, alles en iedereen tegen hem opzetten. Die jongen die woont in een wespennest. En ondertussen, daar waar gekloond wordt, zit een heel team omheen. Met z'n allen samenwerken. Eén iemand omhoog brengen, één iemand naar beneden brengen. En dat wel heel erg makkelijk is, hè, als je met z'n allen tegen één bent. Zelfs het alles om mij heen, wat ik hier binnen liet en zo. En allemaal waren ze gierig voor geld. Dus moet ik er maar belachelijk uitzien of zo. Moet ik er maar als een slecht persoon uitzien. Terwijl ik alleen maar goede dingen aan het doen ben. En dus ook het kwaad wat mij aangericht wordt aan het benoemen ben. Doordat het gewoon zo belachelijk aan het worden is, hoe ver het kan gaan, waar ze mee bezig zijn. Met wat ik ook gewoon allemaal kan opbenoemen, bewijzen voor heb. Tot vier politieagenten aan de deur, hè. Die allemaal geleerd hebben om op die positie te zitten. Allemaal een eet hebben afgelegd om überhaupt die baan aan te kunnen nemen. Als je leest hoe politie in het OM denkt over mensen in isolatie houden. Als je andere mensen weer hoort over pedofilie, incest, beschermde kinderen, liefde. En alleen maar mij slecht neerzetten om mezelf beter uit te zien of zo. Maar doen alsof ik niet eens een normaal persoon ben, maar gewoon zelfs lager als dat. Hun kaarten aan het liggen zijn gaat helemaal nergens om. Ik mijn eigen kaartensysteem en laat alles zien. Zelfs daar weet ze weer stoer op te doen en is het slecht en is het dit en is het dat. Maar het is gewoon de aandacht van wat slechte naar mij toe richten. Zodat het wat minder opvalt bij hun. En daar waar het een beetje opvalt, zit een heel team omheen. Dat moffelt het wel weg. Iedereen die een beetje kritisch of vragen hebt, komt de hele soap en gaslighting daar weer overheen naar de mensen toe. Dus het enige wat ik kan doen is bij mezelf blijven. En dan kom ik vanzelf bij iemand. Iets bij zijn bewustzijn of zo. Of mensen die wel een betere wereld willen. Gewoon weten dat ik niet gek ben, maar ik word er niet eens gek van wat er allemaal aan het gebeuren is. Dat toont toch genoeg aan. En ik ben niet van plan om angstig te doen, dus toont toch gewoon genoeg aan. Ik ben ook niet van plan om te gaan vechten. Ziet ik daar maar niet op. Ik ben ook niet in elkaar geslagen worden, dus ik ga ook niet proberen de deur open doen. Plus mensen die gewoon al zichzelf bewezen hebben. Je hoeft er niet aan de deur te komen. Het was al klaar. Mijn USB-stickie die gaat al zo meteen naar mijn advocaat. En daarmee aantonen wat er allemaal om me heen. Maar alles niet mij aan het helpen was. Nee, zelfs alles voor me aan het verpesten was. Karaktermoord in real life is gewoon ook strafbaar hoor. Ik weet het niet. Gangstalken is ook gewoon strafbaar in real life hoor. Het is leuk dat mensen de verwarring niet zien of zo. En maar gewoon niet willen zien dat ik een slachtoffer ben en een target individual ben. Ook gewoon een woord, hè, wat ik aan mijn kloontje heb moeten leren waar die er helemaal niet mee bezig was. En helemaal geen last van heb, want hij gaat feestjes of visite bij familie. Hij gaat geregeld langs zijn ex en zo.
Is continu, heeft die allemaal kontlikkers in zijn chat zitten die het voor hem opnemen. Die alleen maar hun naampje hebben veranderd, want ze zijn al anderhalf jaar daar aan het reageren. Sommigen hebben allemaal twee accountjes, druk aan het reageren, gesprekken met hunzelf. En anderen die niet zien wat bij elkaar hoort. Elkaars verhalen een richting aan het geven is. Daar waar wij ze anderen lastig vallen, ook het allemaal in één lijn gaat. Hè? Zoals een vriendje, een Fidel of een Chris. Is het echt gewoon, hè? Je ziet maar niet wat er omheen aan het dansen is. Wel leuk mag doen met kaarten en die kant op naar een Joey, naar een Brabo. Of weet ik veel wie er allemaal mee bezig is. Maar mij vooral slecht inkleuren, maar wel al mijn informatie gebruiken. Op mijn tijdlijn gaan zitten en gewoon mijn dromen inkleuren. En iedereen die meeste video, 5D dromen, die arena, wie dat heb gezien, ziet gewoon dat iemand anders dat aan het inkleuren mag. Dus zijn ze gewoon emotionele en mentale spelletjes aan het spelen, dat als ik me daar wat en heel veel van aantrek, dat gewoon psychische klachten aan het opleveren is, waardoor ik dus gewoon fysiek aangevallen word door hem. Door de hele groep, door 6 in een rijtje, door andere vrienden, vriendinnen, tot waar ik ook kom, naar alles eromheen. Zo naar het internet inkleuren, dat heb ik echt in de wachtkamer gezeten, daar heb ik al die namen genoemd, heb ik alles benoemd. Dus zijn ze gewoon bezig met mij maar in problemen. Problemen met justitie, problemen met dit, problemen met dat. Maar alles wat hierbij betrokken is, noem ik gewoon op. Zijn ze gewoon bezig met niet alleen slachtoffers creëren en daders creëren, maar ook gewoon mensen naar psychose brengen, mensen op laten drijven voor hun smerigheid. En elke keer als je er afstand van neemt, stil denkt, dan gaan ze weer nieuwe cirkeltjes, nieuwe illusies, gaan ze weer op nieuwe manieren proberen in gevaar te brengen. Of zijn ze hele case, justitieachtige iets voor je aan het neerzetten met een en al list en bedrog. Ja, dat is hetzelfde als hoe familie je of alienated van de ene kant. Of aan een zwarte schaap aan het creëren is. Maar mensen gewoon in mijn schoenen zijn gaan lopen. Ergens rond mijn 19e of zo. En ik daarvoor doorheen en al hekserij ben heen gegaan mijn hele leven. Elke continu in gevaar gebracht werd, voor de wolven gegooid werd, elke keer tussen de pestkoppen gedouwd werd, de pestkoppen werden zelfs uitgenodigd op mijn verjaardag. En dan was ik niet mezelf voor op mijn verjaardag. En dat iedereen die van jou houdt, die ziet dat je niet als jezelf aan het gedragen bent, toch in een soort van schulpje zit op je eigen verjaardag. Echt dingen kan inkleuren wat nu zo dat op mijn pad komt, toen dus ook op mijn pad was. Ja, gelooft niemand in God, dus geloof ze ook niet in de duivel. Geloof ze ook niet in demonen. Geloof ze ook niet in de succubus, incubus energie die je krijgt door met bepaalde mensen seks te hebben. En je daarvan ook erg duister gaan raken. Sommigen tot aan de Jezebel of de Black Widow aan het activeren zijn. Dus gaslighting is echt fucked up. Daar kan je iemands hele leven bij verpesten. Daar kan je alles in rep en roer gooien. Daarmee kan je alles van iemand afpakken, waardoor die helemaal alleen komt te staan. En dan heb je een mooi, makkelijk slachtoffer. Ja, als vrienden, buren, kennissen, ouders, familie jou niet aan het beschermen zijn, dan kan het grooming op internet, dat kan gewoon openbaar. Kan iedereen zien, kan iedereen om meelachen. En met dit en op internet zijn het ook al meer dan 1000 mensen die weten wat er allemaal aan het gebeuren is. En daarom heb ik niet alleen straks een scalas inlever, schuldigen, medeplichtigen, maar ook gewoon een heleboel getuigen. En dat hun zichzelf niet als getuigen willen aanmelden, nee, want hun zijn degene die alles door de vingers zien. Hun zouden niet ingrijpen als iemand beroofd wordt, in elkaar geslagen wordt, of weten dat er bijna verkrachting is het bewijs van spreken. Maar bij niemand gaat de lampje branden, bij niemand is iets bij hun bewustzijn aan het raken, tot realisaties aan het komen. Omdat ze allemaal gewoon niet in mijn schoenen kunnen staan. Dat ook niet willen, een heleboel schuldgevoelens, schaamtes voor wat ze al aan hebben gericht, aan mee hebben gedraaid. Maar het is gewoon abuse, in meerdere vormen. Waar ik al als kind doorheen ging, waar ik mijn hele leven doorheen gegaan ben,
Het niet luisteren, me dus niet mijn gevoelens mogen uiten. En daar weer allemaal gaslighting, brainfuck op me. En gewoon dingen aan het verdraaien. Mij als een deurmat gebruiken, maar dan wel met andere mensen naar mij wijzen en kijk al die smerigheid zitten. Weten dat het hun smerigheid is. Dus ik heb meer te maken met mensen die gek zijn en mij willen voor gek verklaren ofzo. En met alles wat er speelt ben ik nog steeds niet gek aan het worden. Is het wel teleurstelling is klaar, betekent niet dat ik daardoor verder als string hoef te gaan ofzo. Is het alleen maar overal chaos veroorzaken en maak hun gebruik van die chaos, verdeel en heers. En ze hebben toch een groepje wat hun volgt, achterna zit, met een heleboel faker omheen. Dus YouTube-pagina's kunnen ze verwijderen en zit zo weer op 1000 of op 2000 leden. Samenwerkingen worden steeds duidelijker. Ja, als je de chatters, als je dat aan het volgen bent, zie je er een poppenkast hangen, gaat het naar Wappie TV. Zo zat het eerder in andere cirkeltjes, toch? Allemaal bezig met gewoon hopen dat mijn leven tot een einde komt. Of opgesloten, of psychische inrichting, of gewoon dood. Dat vinden ze ook wel goed. Is steeds meer wij in gevaar brengen, zodat hun op internet hun fake kunnen verkopen. Maar alles wat ze verkopen, zijn ze dus nog steeds en weer, en ze blijven het maar nadoen. Maar hun zijn niet in gevaar. Hun hebben niet al dat verraad om hun heen. Hun hebben niet mensen die als Scooby-Doo rondlopen, zogenaamd niet weten wat er speelt. En mensen die zogenaamd van hun handen maar het idee hebben dat iemand in psychose zit. Het is alleen maar internet, het is alleen maar de acteurtjes, het is alleen maar dat ze allemaal geld geven. Showtjes, poppenkast mee opbouwen, om met mij bewustzijn te spelen, met iemand anders ruzie maken, met iemand anders weer goed maken en weer leuk meedoen. Ja, behalve met die, want het is de waarheid naar boven toe, het is biechten en het is teruggeven. En niet je niet denkt, oké, laat maar zitten en dan weer leuk met hun gaan doen. Terwijl, kijk hoeveel mensen nu weten wat er speelt. Ik ga niet als een of andere bitch sletje naast iemand zitten. Ik heb me overgegeven als een of andere slaafje. Terwijl hun nog steeds mij aan het nadoen zijn, hè? Nog steeds. Alleen bij mij gebeurt alles echt en bij hun is het acteerwerk, zij stuit een grote duim vandaan. En alles en iedereen wat meedoet is of verleid, misleid, of hoort er gewoon bij. En als dingen zo lang door kunnen blijven gaan, horen ze erbij. Zijn ze niet meer medeplichtig, maar zijn ze schuldig. Zie je aan hun gedrag waar ze mee bezig zijn. Leuk dat jullie illusies willen neerleggen op internet. Doen alsof er een hele illusie is. Waarbij mensen alleen maar hun zelf verraden hebben, voor de duivel gekozen hebben, niet voor hun eigen zoon, vriend of buurman aan het kiezen zijn. Prima toch? Ze wouden allemaal het gras wat groener was. En wanneer je dat gaat aankaarten. Dus al dat gaslighting om mezelf op vooruit te gaan, iemand anders in een slecht daglicht, alles blijven kopiëren. En zodra mensen gaan realiseren van, hé, maar het is wel echt allemaal met Ian aan het gebeuren. Het is niet met zijn kloontje aan het gebeuren, met de copycat. Hey, alles wat Ian aan het doen is, is hij dus niet uit zijn duim aan het zuigen. Maar dat is hij echt vanuit zichzelf. Hey, de trauma's, de pijnen die hij meemaakt en wat dat allemaal voortbrengt. Daarmee hebben anderen echt niet hun pijn hoe Glenn geactiveerd. En mag iedereen whatever, whatever wat jullie van mijn witte arena vinden. Jullie hebben allemaal laten zien dat jullie niet zelf onderzoek doen, niet wakker zijn. En alleen maar achter de menigte aanlopen en anderen alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Dus ja, stik, ga lekker water spattelen, zak steeds dieper in het drijfzand en wie er in april nog is, die wordt aangeklaagd.